Vind je dat ik er mooi uitzie, Jorita? Wat ben jij? Vind je ziet er mooi uit, hè? Ik ben heel kitty, eigenlijk, hè? Ben ik mooi of ben ik mooi? Nee. Nee? Maar je bent een meid. Ah, maar jij mag geen meid opkomen. Help. Moet naar mijn les. Zeg mijn mama dat ik van de hout. Dag allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Terug naar Toen. Vandaag ga ik terug naar een kinderfeest. Jazeker, ik ben onderweg naar Jesse. Jesse geeft een feestje vandaag. Jesse is 8 geworden. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ik heb een cadeautje voor Jesse. Ja, dit is een cadeautje voor Jesse. Het is nog een verrassing. Ik zal een hint geven. Ik kan hiermee wel alle chickies binnenhalen. Alsjeblieft, kind. Hé, hey, dankjewel. Doei, moeder. Yo, ik vind het heel naar als je me zo noemt. Doe normaal, dan ga ik echt niet kussen. Volgens mij is een kusje van mama, want anders... Doe mama. Oké, doei, mam. Doei. Ik krijg geen liefde van mijn moeder. Het moment is daar. Ik heb een cadeau. Ik heb er zin in. Het is best wel vet, kinderfeestjes. Het is overdag. Je drinkt geen alcohol, dus je hebt geen kater de dag daarna. Dat is ook top. Er zijn waarschijnlijk allemaal milfjes. Dat mag ook wel eens een keer. Kortom, geen stress. Waar is dat feestje? Hier is dat. Hallo, gefeliciteerd. Heb je er echt zin in? Ja, ik heb er super veel zin in. Ik heb wat voor je. Oh nee. Leg ze maar op de cadeautafel. Ja, ja. Het is aan. Dag moeder. Dag. Kelvin, leuk dat je er ook bent. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel, dankjewel. Met Jesse. Verdorie. Oké. Okay. Kelvin, gewoon sociaal sterk zijn. Is niks is ongemakkelijk. Gewoon werken. Allemaal, waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Dat dacht ik inderdaad. Oké, okay, ik weet niet precies, hoe werkt zo'n kinderfeest? Ga je dan, oh, je gaat dan gaan rennen. Je gaat even los over okay. De bank. We gaan eerst chaos los en over de bank en alles. Wat een agressie! Wat is dit? Ja! Help! Help! Luister, zometeen gaat Jesse op de grond in het midden zitten. Jesse gaan we muziek aanzetten. En als de muziek stop gaat. Daar heb je wel zin in. Dan moet Jesse gaat handjes wijzen. En als de muziek stop gaat, dan wijst er iemand aan. Dit is eigenlijk het enige wat ik wil in mijn leven. Gewoon dit hele vat ranja. Gewoon in één keer achterover. Ik ken de tekst niet. Ik ken de tekst niet. Het is lit. Nee, ook niet. Nee. Ja. Ik zit helemaal hier. Dom. Zo. 5 euro. Hé, dan word je gewoon gespend, man. Wat zeg je dan, Jesse? Jesse, wat zeg je dan tegen Tom? Ja. Nou, Jesse, ga maar weer staan, jongen. Hey. Is lit. Nog meer spellen. Kijk, moet je zo doen. Ging, moet je zo. Zo. Nou, doen we even dan. Nog een keer, hè? Nog een muziekje. Handen door iedereen. Nee. Jawel, jawel, jawel. Ja. Handen door. Ja, Kelvin. Hey. Jesse, ik heb voor jou niet één, maar twee cadeaus. Kijk eens aan, joh. Ja, je had al een vishengel gekregen, maar ik dacht, vissen doe je nooit alleen, hè? Vissen doe je met ze? Tweeën. Tweeën. En ik heb nog iets. Nee, dit is het licht, maar dit is doodaas. Dit is doodaas en dan kun je aan je hengel hangen en dan komen de grote vissen. Het zijn echte dode vissen. Yeah! 3, 2, 1. Lekker, Jesse. Ik wil even stilte, ik wil even een toast uitbrengen op Jesse. Jesse, we kennen elkaar al 8 jaar. We hebben in alle jaren dat we samen zijn opgegroeid, hebben we veel meegemaakt. Diepe dalen, hoge pieken. Ja, ik wil toch zeggen dat ik het mooi vind dat je nog steeds onder ons bent. En dat je nog steeds elke dag met vreugde en met gevoel en met plezier zo positief in het leven staat. Dankjewel, Jesse. Ik ken niet veel mensen van jouw leeftijd die dat doen. Ik wel. Bereid je voor. Wat is het, wat ga je doen? Hey! Ja. Het is tijd voor ronde 2 van het kinderfeestje, namelijk
buitenspelen, bitch. Ik weet alleen niet meer precies hoe dat werkt. Want in mijn termen is buitenspelen gewoon bier drinken. Maar dat zie je niet echt mogelijk. Zullen we op de trampo? Zullen we op de, maar mag ik daar wel met zoveel op dan? Ja! Ja? Probeer mij maar onderuit te halen. Zo. Zo. Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Bro. Geef me nog 2 seconden van me af te gaan, anders ga je er spijt van krijgen. Jeetje, het is intens man dit. Ik weet niet of ze nou aan het vechten zijn of dat het gewoon stoei is. Dit is niet best. Het gaat er helemaal verkeerd. Street fighter. Rustig aan, jongen. Hé, wat is dit? Zie ik nou tranen? Dacht het niet, hè? Trampoline. Trampoline is dodelijk, jongens. Het is gewoon koppen tegen elkaar aan. Elkaar neerhalen. Blauwe plekken, bult op het hoofd. Alles gebeurt. Hey Jesse, wat vind je van je verjaardag tot nu toe? Leuk! Vind je het leuk? Ik vind het ook gezellig, man. Ik vind alleen wel dat jullie een beetje... je zijn wel agressief allemaal. Pop, pop, pop. Wat gaan we nog meer doen vandaag, weet je dat? Misschien, weet je wat ik hoop? Dat er een lijn komt hangen dat we gaan spek happen. Ja, hoop je dat? Ik kan wel even met je vader praten. Ik kan wel graag zijn blinddoekje om. Oké, gaan we dat even doen. Hey Dave, ik heb uit betrouwbare bronnen meegekregen dat jouw zoon wil spek happen. Dan gaan we nu spek happen. Juist! We gaan spek happen! Ah, we gaan spek happen! Yes! Lijkt wel alsof als je het spekje wegdenkt, dan is iemand gewoon kaart aan de grillen volgens mij. Ja. Het visdraadje laten zitten. Ja, hoppakee. Zo dicht. Oké. Okay. Ja! Yes! En nu? Je raakt me binnen. Ja! Ik heb wel het idee dat de spanningsboog van de gemiddelde 8-jarige is gewoon zo. Ze willen eerst spek happen, dan gaan ze spek happen. En vervolgens klimmen ze in de boom. En dan gaan ze weer voetballen en dan gaan ze weer op de trampoline. En dan doen ze alles weer opnieuw. En dan alles weer achterstevoren, links naar rechts. En ik kan het allemaal niet zo goed volgen. Hé, hey, Levi, kom eens uit die boom, joh. Oh, 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 oh. Nee? Oké. Okay. It's lit. Levi, kom! Hé. Hou jij eens even je mond, jongen. We gaan een leuk spel doen, jongens en meiden. We krijgen allemaal een grote ballon om onze voet. En dan moeten we die van de andere kapot trappen. Deze kinderen zijn ongeveer net zo groot als die ballon, dus ik denk wel dat ik redelijk ver kom. Degene die als laatste overblijft, die wint. Iedereen dat weg. Hé, je houdt hem vast! Deze guy houdt hem gewoon vast. Dit is echt een smeerpijp, jongen, deze. Hé! Hey! Hij gaat niet kapot! Ja! Kom maar, kom maar, kom maar. Ik dacht dat ik het target zou zijn, maar doe maar. Zal ik jou even slopen, Seth, hè? Zal ik jou even slopen, hè? Ga er maar op liggen. Wat zijn je laatste woorden? Ja! Lekker! Denk jij? Hey. Nee! Nee, dat gaat niet. Hey! Niet eerlijk! Hey! Hey! Still alive! Still alive! Hoppa! Nee! No! Oh! No! Oh my god. Ik dacht nog zo dat ik hem zou pakken, jongen. Ik voel me net Ajax in de Champions League. Ik was zo dichtbij. Hé, hey, maar dit is wel die stiekem glijpert, hoor. Deze jongen zegt, hij zegt al de hele dag niks. Hij heeft nog geen woord gezegd en hij is gewoon de owner van vandaag. Nou, dit was wel een intensief spelletje. Ik vond dit wel echt leuk. Hé, hey, vond je het ook leuk? Jij was goed, jongen. Ja. Jij was lang onderweg, man. Ik vind dat jij, je gaat het vers schoppen in het leven. Dat weet ik nu al. Jongens, we hebben allemaal een poppetje gekregen. Je mag nu je eigen superheld namaken. Mocht je niet zo creatief zijn, dan kan je gewoon je poppetje namaken. Met klei of tekenen. Kijk maar wat je doet. En wie er wint, die krijgt een leuke prijs. Wie is stom? Oh, oké. Okay. 2, let's go! Ik is voor mij. Wat zijn je Wat vind je lekker? Wat vind je kaas? Vind je dat lekker? Kaas? Nee? Alleen aardbeien. Aardbeien? Hou je alleen van aardbeien? Waar hou je nog meer van? Hij heet Split meneer! Startbrood! Start meneer! Dit is meneer van.
Sandra. Kijk eens. Hoe heet hij? Ja. Ja, hij heet Ja. Ja! Doei. Mijn superheld is af. Hij is perfect, hij is compleet. Het is meneer Kleurbal. Zoek de verschillen. Dit, hier is geel en hier... Kijk, hier zit geel. Hier niet. Hier zit geel en hier niet. Oké, ik moet eerlijk zeggen, de dag begint aardig lang te duren. Maar weet je, er is één groot verschil tussen de feestjes waar ik normaal gesproken ben en de feestjes waar ik nu ben. Het is gewoon, hey joh. Hey Dave. En Marloes, heb je nog een beetje oranje aan misschien? Ja. Even een beetje oranje. Een tikkie. Even een beetje oranje. Juist. Dankjewel. Een beetje meer. Hey, bedankt. Zo, iedereen is gesminkt behalve ik. Men heeft bepaald dat ik er zo uit moet komen te zien. Ik heb geen idee wat er hier staat, maar ik heb wel gehoord dat het grappig is. Dus ik ga onder de verf. Ja, je wilt origineel toch? Ja. Mag ik mijn ogen open doen? Ga ik dan fout? Je moet nog heel even dicht houden. Oké. Okay. Lekker, schat, zo dichtbij. Nou, kinderen, ik ben lekker gesminkt. Kom maar eens bij, Guy. Vind je dat ik er mooi uitzie, jullie dan? Wat ben jij? Vind je dat ziet er mooi uit, hè? Ik ben heel kitty, lekker. Ben ik mooi of ben ik mooi? Nee. Nee? Maar je bent een meid. En jij mag in mij opkomen. En jij bent een meid. Jij bent een gehandicapte Spider-Man, nou. Kom, jij mag in mij op. We hebben als het goed is nog één verrassing voor ze, namelijk een redelijk watergevecht. Maar ze weten het nog niet, maar ik wel, want ik heb connecties. Oké, Dave, wat is de bedoeling? Ja. Pas op, aan de kant. Oh, wat is het? Even luisteren allemaal. Wat is het watergevecht? Hey! Op de grond. Nee! Nou! Ah! Ah! Da! Da! Ah! Stop! Ah! Ik heb een beetje ergens het idee dat ik de target ben. I love kinderfeestjes. Hey! Overal ben ik het slachtoffer. En de target, jij ook, Guy, jij hebt ook een water op mij gegooid. Wat ga je doen? Gaan we nog een beetje nat maken? Wil je wel vaker, hè, poesjes nat maken? Hey, nu is het klaar! Nu ben ik reclame. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Terug naar Toen. Ik ben vandaag teruggegaan naar het kinderfeestje. Jester, vond je het gezellig? Vond je het geslaagd? Ja. Ja, hartstikke mooi. Abonneer even op mijn kanaal. Het was één groot feest. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zeggen we allemaal... Hey!